Weet je, als we hier even snel een interview afleggen. Cool. Oh, het is geen geheime informatie. Nee, zeker niet. Oké. Oké, je mag hier even plaatsnemen. Dankjewel. Oké. En niet omdat deel er is, andere antwoord te geven. Oeh. Nee, niet dat is moeilijk, hè? Ja, vind ik heel lastig. Oké, ik weet niet waarom het beeld... Ruikt hier nog steeds een partij naar zweet, hè? Van gisteren. Gisteren was het heftig, hè? Ja. Lekker, man. Eigenlijk was ik in het interview net aan het vertellen hoeveel hekel ik eigenlijk aan je heb. Zo groot. 55 en 59. Uh-oh. Het is één grote wegzakkerij. Ja. Op dit tempo staan we vanavond niet meer in de top 100. Oké. Jammer. Kan je weggaan of gewoon blijven staan en niks zeggen? Ik zeg niks. Oké, top. Ga even lekker fietsen. Oké, yes. Je eerste vraag. Maar we hebben toch al best wel wat vragen gehad? Ja, maar ik ga opnieuw. Oh. Oké, en batterij is ook weer bijna leeg. Fijn. Hoe zie jij de toekomst met Merel buiten de poorten van Utopia? Zijn dit dezelfde vragen? Anders verwoord. Maar ik kan me wel herinneren dat ik al zo... Ja, ik vroeg... Ja, maar geef gewoon antwoord. Oh. Wil je dat de vraag herhalen? Dat jij de vraag herhaalt? Ja, hoeft het niet. Met toekomst. Nee, dat hoeft niet. Oké. Weet ik niet. Weet ik niet. We hebben het nu best wel vaak leuk met elkaar, maar buiten moet je maar meemaken wat het je gaat brengen. Maar als jullie buiten... Nou ja, jullie gaan natuurlijk niet tegelijk. Jullie gaan waarschijnlijk één voor één de poort uit. Hoe zie je het dan? Gaan jullie elkaar... Jullie gaan elkaar sowieso zien, maar... Wat gaat er dan gebeuren? Ik heb geen idee. Houden jullie dan een relatie of... In principe zijn we het hier niet begonnen om ermee te stoppen zodra we naar buiten lopen. Mm-hmm. Maar of het uiteindelijk gaat werken buiten... Of het hier blijft werken, ja, dat moeten we achterkomen. Ja. En waarom denk je dat het niet gaat werken? Of misschien wel dat gaat werken? Buiten heb je allebei je eigen leven. En dan moet je maar kijken of je in elkaars leven past. Of je niet misschien anders bent. Mm-hmm. Ja, of je het met elkaars vrienden kan vinden, met elkaars familie kan vinden. Ja. Oké. Tweede vraag. Wie in jouw ogen doet het meest voor Utopia? Het meest? Dat is inderdaad een net een iets ander verwoorde vraag, hè? Nee, deze is namelijk niet veranderd. Jawel toch? Nee, maar mag ik alsjeblieft antwoord op de vraag? Het meest voor Utopia, op alle vlakken? Ja. Ja, ik. En waarom jij? Nou, ik denk omdat ik me bemoei met alle processen die hier gaande zijn. En wat nog meer? Ja, dat eigenlijk. Ja. Dus je doet niet de finance, je... Jawel. Okay, alle dus... processen. Ja. Ja, kan je er een paar opnoemen? Nou, ik denk niet dat dat nodig is, toch? Voor mij is het handig. Nou, ik denk dat je dat zelf ook wel weet, toch? En de kijker ook wel. Maar als je het misschien even goed verwoordt, dan kan ik dat ook meenemen in de interview of in de magazine. Ja, volgens mij zei ik vorige keer ook, ik vind dat niet nodig om het zelf uit te gaan leggen. Ik denk dat mensen dat wel zien of niet zien. Waar ben je tot nu toe in Utopia het meest trots op? Ja, dat zijn twee dingen. Ik denk, tenminste wat me nu dan te binnen schiet... podiumvrees, de nummers die we hebben gemaakt en de financiën. Ja, het is toch van ver gekomen. Toen ik de financiën overnam ergens in januari, februari is dat denk ik geweest. Stonden we min, nou wat zal het zijn, van waar ik op dat moment op de hoogte was. Min 25 denk ik, min 30 kan het ook zijn geweest. En nu gaat het eigenlijk wel goed. Ja. Ja, er was een lange adem voor nodig. En hoeveel staan we nu in de plus?
Ik heb me gisteren bijgewerkt. Volgens mij kwam ik op minst, of plus 16. Plus 16 nog wat. 16.600 volgens mij. Okay. Ja. Waarom heb je voor de naam Toffe Tony gekozen? Ja, Toffe Tony is eigenlijk een klein beetje... er zit een klein beetje sarcasme in. Omdat ik vaak heel tof doe. Maar toch op sommige momenten niet zo heel erg tof ben. Waarom verdien jij het om de titel te winnen van Utopia? Ja, eigenlijk hetzelfde als de tweede vraag die je stelde. De dingen waar ik me mee bemoei, de processen hier binnen. Alle dingen in het groepsbelang. Weinig buiten het rappen om dingen die ik voor mezelf heb gedaan. Eigenlijk alles om Utopia vooruit te helpen. En ik vind dat dat heel belangrijk is. Dat je Utopia vooruit wil helpen, maar ook dat je... Dat je bij al die processen betrokken bent geweest. Oké. Okay. Vind je het terecht dat je de Messias van de groep wordt genoemd? Nou, ik denk dat dat een beetje als een grapje begonnen is. Ja. Ja. Het is natuurlijk gekomen door... ik ben terug en de groep heeft me nodig. En toen is volgens mij Michael geweest, ja. Toch? Ja. Ja, volgens mij is het Michael geweest. En dat is een beetje een uit de hand gelopen grapje. Ik hecht er ook eerlijk gezegd niet zo heel veel waarde aan. Nee. Wat wil je nog graag bereiken in Utopia? Nou, wat ik zelf heel erg merkte na Utopia 1... is dat ik eigenlijk daarbinnen heel veel bereikt heb... maar buitenom een hele hoop ervaring niks meer naar buiten heb genomen. En daarom hecht ik ook zoveel waarde aan muziek maken met Ger op dit moment. Is om ook echt iets mee te kunnen nemen naar buiten. Kijk, heel veel mensen nemen eigenlijk praktisch niks mee naar buiten, behalve een hele hoop ervaring natuurlijk en iets wat je nooit hebt willen missen. Maar het podium is natuurlijk geschikt voor heel veel dingen. Dus daarom denk ik dat het ook heel leuk is dat we nu met de muziek bezig zijn. Nou, dankjewel. Okay, dan wil ik papa en mama, ik hou van jullie. Shout out. Het is tijd. Al uitgeplikt. Dankjewel. Kom, we gaan. De tijd zit erop. We gaan weer. We gaan weer verder. Ah! Ik ben even vergeten. Ik heb alleen die van de Gebroeders Co, volgens mij. Gebroeders Co. Kijk hem dan. Hoe kan je ons dat nou weer aandoen? Ah! Oh, Jesse. Ja, gingen we sporten, bedoelde je dat? Nee, jij ging en ik aan die dienstentafel zitten. Kom, ga verder. Wat gaan we doen?